Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe gaming video op jouw zondagochtend. Leuk dat je erbij bent. Ik heb aan jullie gevraagd wat jullie graag wilden zien. Of jullie een nieuwe Sims Challenge wilden zien. Of een first impression van City Skylines. Of juist nog iets heel anders. Maar de meeste stemmen gelden. En dat was City Skylines 2. Die is uitgekomen in oktober, geloof ik. En ja, daar ga ik nu... Die heb ik gekocht. Kaching, €50 van mijn rekening af. Maar dat heb ik allemaal over voor jullie. En ik had heel veel zin om deze game uit te proberen. Dus laten we de game meteen even opstarten. City Skylines 2. En dan krijgen jullie mijn rauwe eerste indruk. Windows loading scherm. Oh nee, die heuvels waren groter in het begin, hè? Oké, loading. Ik hoop dat mijn computer het ook trekt en zo, deze game. Op zich heb ik geen slechte PC, dus het zou moeten kunnen. Oh, ik had het niet gelezen. Oeps. Misschien heb ik nu een puppy geadopteerd. Oké. Nou, nieuw game. Dus daar drukken we op. Even kijken. Nieuw game. Oh, ik krijg hier helemaal SimCity vibes van. Even ter informatie van jullie. Ik ga de geluid uitzetten zo. Maar ter informatie, ik heb dus nooit City Skylines gespeeld. Dus de eerste City Skyline heb ik niet gespeeld. We gaan gewoon voor de Archilepto Heaven. Is het... Kan ik überhaupt... Heb ik een keuze? Is, ja, ik kan alles kiezen. Oh, dan ga ik iets moois kiezen. Twin Mountain. Water. Oh, dit doet me een beetje denken aan Faro. Dus ik ga Waterway Pass. Oké, laten we dat doen. We gaan die map kiezen. De stad noemen we. Oh, leuk. Hogsmeade? Nee. Hogsmeade. En het team European. Left hand traffic. Zitten wij left-hand traffic? Ja, toch? Even kijken. Left-hand traffic, wat betekent dat? Natural disasters. Uncheck to stop natural disasters from happening. Oh, dat is dan hetzelfde als SimCity. Oké. Left-hand traffic. Ik moet dat even googlen. Oké, wij zijn left-hand traffic. Ik heb het opgezocht. Dus we kunnen de game starten. Ik ben heel benieuwd naar deze game. Is het leuk? Is het niet leuk? Ik denk dat het heel leuk is. Is het multiplayer te spelen? This is the place to build city of your dreams. Oké, nou, dit kunnen we. We moeten de tutorial natuurlijk door. Ik vind dit er nog niet zo heel fancy uitzien. Komt misschien omdat ik zo ver uitgezoomd ben. Wow, lag. Oké. Q tilts the camera. They hold down. T-E. Oh, zo, ja. Yeah. Zo kan het ook ingedrukt. In- en uitzoomen, dat wisten we. Great job. Ready to start. Oké, we gaan als eerste road basics. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe het eruit ziet. Oké, dus dit is onze stad langs dit leuke riviertje. Voelt een beetje neilig, toch? Vind ik. Nou, dit is schijnbaar, want hier staan stippeltjes omheen. Wat, waarom, weet ik niet. Dat is denk ik hoe groot onze stad is waar we nu mogen bouwen. Oh, wacht, er stond iets. Ik heb geen zin om dit te lezen. Zoveel tekst, kan niet iemand het voorlezen? Oké, er zijn heel veel mogelijkheden. The road. Build a road. Nou, als ik nou eens gewoon... Oh. Nou, dit vind ik niet mooi. Ik wil dit terug. Terug wat ik heb gedaan. Dit is lelijk.
Ja, dit was wat ik wilde. To wait. Oké, nou dat hebben we gedaan. Don't make a mistake. Ah ja. Zoning residence. Oké. Zoning determines which type of buildings are built in the selected areas. Building in zoned areas get built automatically depending on the city's needs. Areas are not zoned will remain empty. Zones are divided into groups according to the types of building they allow for. This is your way to allot different areas in the city for different uses. Aha. Oké. De Pearl Street, daar kunnen resident buildings staan. Oh ja. You can choose which the effects is the visual buildings that will get you can change the theme at any time. The change will come into effect for any new zoning you apply. Different modes help you shape your zone exactly the way you want. This zone type is for single family homes. They have a positive effect on the residents' happiness, but can come expenses to live in when land value rises. Different job types and the availability of jobs affects the demand for this type of housing. Okay. Zoning. Place a low density house zone. Okay. European. Yeah. Dit is dan een low density house. Okay. Dus hier gaan ze nu huizen bouwen. Oh, ging even draaien. Remove zones. If you ever feel a zone is in the wrong place, you can choose to remove the entire zone by shaping it. By removing parts of it. Use the tool of choice while holding down. Right mouse. Okay. Rezoning, ja. Dat zal allemaal wel. Oké. We missen water, heb ik het. Not enough water. Zoning commercial. Different business use. Oké. Oké. Nou, zullen we die dan hier doen? Maar aan de andere kant, zoning commercial. Passing the simulation will temporarily stop time. This allows you to build, plan and find solution at your own pace. Once you're done, unpause. Okay. Het is wel een beetje laggy, maar dat ligt denk ik aan mijn PC. Okay, industrial. We hebben dus ook nog een industrial zone. Die moeten we natuurlijk niet dicht bij die huizen zetten. Oh, ik ga uitzoomen hoor. Ik zit eraan te denken om die gewoon lekker aan de andere kant van die straat te doen. Maar dan moeten we eerst straten bouwen. Dat we bij dat water dat doen. Of... dat dan. Even kijken hoor. Bij het water. Zullen we dan hier? Hier doen we even industrial. Oh, exist city limits. Oh, wacht, dit was niet. Ik wil hem iets verder. Iets verder hier. Zodat hij. Twee kanten.
kan ik dan dingen bouwen. Oké, dan gaan we die industrial ding doen. Niet helemaal tot daar, wacht. Eventjes. Hij loopt het een beetje vast. Oké. Okay. Nu ga ik industrial doen. Nu kunnen we eindelijk. Opsa. Zoning demand. These bars give you a glance of what types of zone are currently needed in your city. The fuller the bar, the higher the demand is for that zone type. Each bar grows and shrinks constantly. Oké. Okay. We moeten nog water en zo toevoegen, want er komt nog niet zoveel electricity. Ah, daar komen we nu. Electricity. Wind turbine. Oké, dus we gaan een power plant neerzetten ergens wat het niet zoveel volle geeft. Rood required, zegt hij. Ja, dit wil ik. Dan wil ik dat toch hier ergens neerzetten. Het loopt allemaal een beetje stroef. Oké, nu moet ik natuurlijk. Verdikkie. Ik zit dus buiten de, dus ik ga dit eventjes aanpassen. Ik hoop dat ik dat geld wel terugkrijg, anders heb ik een probleem, want dat was een heel duur ding. Oké, ik denk dat ik nu een elektriciteitsgebouw heb gemaakt. En dan, dit moet zeker een beetje buiten de stad, lijkt mij.
Dat ga ik dan maar zo doen. Ik kan hem toch daar neerzet? Nee, dus. Hij loopt niet zo soepel, de game, op mijn pc'tje. Een tiny village. Oh, wow. You're ever... Oké, okay, omdat ik een... Oké, okay, oké. Okay. We did it. We hebben iets gedaan. Ja, ik moet nog wel dan daarheen, denk ik. Higher power lines, ja. Yeah. Build a transformation. Ja, heb ik gedaan. Dan. Even high cap. Nee. Transformers. Ja. En power plants. Ja. Dat doet hij toch? To get electric from, you need to build a transformer station. Ja, dat he- oh, die moet nog aan de road of zo. Aha. Oké, okay, doen we dat. Ja, zo kan ik het toch niet zien? Laat mij eens gewoon een weg bouwen. Oké, okay. Nou, die road heeft hij nu. Wat nu? Wat moet ik nu doen? Help! Ik mis de chat nu hoor. Oh, hier staat iets bij. To avoid going over roads and building, just down to build underground tables. Ah, dat is handig. Move around your starting map tile and find the incoming power plant line somewhere on the edge. Run a power line from the test to your build area. Once you connect it, it start flowing. Oké. Okay. Dat hebben we nu gedaan. Ik ga eventjes wat meer huizen bouwen. Dat doe ik dan hier. Hier. Oh, dat is nog meer over electricity. Ik dacht dat we het wel gehad hadden. Oké. Okay. Oké, okay, water. Every city needs a good water network. Oké. Okay. And ground pumping. Above the water dispute. No groundwater. Waar is dat dan wel? Waar heb je groundwater? Hier. In the water. No groundwater. Oh, hier. Dit is het water. Oh, je moet het echt aan het randje doen dus. Oké. Okay. Dan doen we even een grote straat ernaartoe.
Wat is dit dan? Ik vind het wel irritant dat je die dingen niet weg kan klikken. Dus ze staan steeds voor mijn tekst. Form a lake, delivered. Can be upgraded with an extra pump. Oké. Okay. Is dit dan niet een mooie waterpompie? Hey, een vliegtuig. Ik zie een vliegtuig. Wow, cool. Connecting water pump stations. Pumping stations need to connect to the road. Nou, dat is nu, hè. Okay, water. They have water. Notifications, ja, bla bla. Als ik het zo zie, moeten ze alleen nog even... Nou, dit is niet nodig. We hebben gewoon vers water recht uit de pomp. Wat is dit? Commercial. Oh, dan moeten we even een... Dus meer commercial need. Low density. Oh, hebben we meer nodig. Doen we die hier. En hier. Je ziet het aan die bars, hè? Die veranderen. Nou, hartstikke leuk. Maar ik zie nog wel dat het vies is. Volgens mij hebben we nog geen riolering. A wastewater network. Oké. Okay. Place on the shoreline. Oké, okay. Doen we ook hier dan, hè? Oh, dan moet ik even... Volgens mij heb ik hem nu connected. Ja, geel is de viezigheid. Oké. Oké. Road required. A city service building has no road access. Build a for the city building. Relocate the city. Oké. Nou, ik vind nog niet echt dat we een heel leuke stad hebben gebouwd. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Deze hebben high rent. The building up is have trouble paying the rent. Hello, I'd like to live somewhere. Like a hashtag building. En we zijn aan het bouwen. Er komen zathuizen aan. Hier komt de viezigheid uit en hier wordt het schone water. Is dat goed naast elkaar? Wel heel dicht bij elkaar, maar in ieder geval gaat de stroming de goede kant op. Nou, nu weet ik hoe deze game werkt. Dit was mijn eerste indruksvideo van City Skylines. Ik moet even wennen aan de game. Hij heeft ook een beetje problemen met... Mijn computer heeft een beetje problemen met de game runnen. Hij is best wel groot, deze game. Dat merkte ik al toen ik de game downloadde. Maar het is veelbelovend. Dus ik heb het idee om volgende week een video te uploaden dat ik deze game speel. Dus mocht je dat willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En laat me ook even weten wat jij van deze game vindt in de comments hier beneden. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende video. Doei!